Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer. Avatar Lock met Sander van Gaming SB en dit is de Minecraft versie. Ja, hoe weet je dat? Oh, alsof we dit al een keer eerder hebben opgenomen. Het is echt niet normaal. Echt hè? Nee, ik kreeg toevallig net een telefoontje op het moment dat wij de aflevering starten. Dus vandaar dat ik dat al wist. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Oh, we moeten... Nevermind. Dat is zo handig van dat dingetje. Van dat vlaggetje. Ja, echt hoor. Ja. Ik weet nu gewoon wat ik moet doen. Ziek. Jij moet ook naar dat Aetherhuisje, toch? Dat, volgens mij is dat het huisje van Aether Foundation. Ja. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nou, als jij dat zegt, ik geloof je meteen. Ja, het is het huisje van Aether Foundation. Oké. Okay. Ziek. Aetherhouse. Oh, mesterbal! Ziek. Nice. Als je die weg hebt naar de Aether Foundation toe, ja. Dan heb je zo'n afgebrokkelde weg en dan kun je daar naar boven lopen. Daar zit de pokebal. Oké. Okay. Dus en een sticker. Die jongen heeft weer een masterbal hoor. Dus ja. Als je een goede Pokémon tegenkomt, dan weten we wel wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. Dan wordt het masterbal op die man. Oh, ik snap het wel. Oké. De game mag deze man niet. Deze man knippert. Tenminste, zijn lichaam. Zijn hoofd niet. Die blijft gewoon altijd. Oké. Okay. Oh, en ik moet weer tegen Mega Altaria. Leuk. Mega Altaria, hotsflots. Oh, ik heb wel een ijsbeer, dus dat scheelt. Of is hij niet Dragon? Jawel toch? Dragon Flying? Over wie gaat het nou? Altaria? Mega Altaria. Ja, die is Dragon... Dragon Flying. Ja, volgens mij wel. Ik zit even te twijfelen. Volgens mij Dragon Flying. Bij Mega Evolutions moeten we heel even kijken hoe we de game dan moeten opslaan. Want anders blijft ze niet in de Mega Form. Ja, daar heb ik wel eens eerder van gehoord. Ja. Nou, is dit dan... Volgens mij mag je ze niet boksen. Of juist wel, dus dat weet ik niet zo goed. Nee, oké, maar dat zien we dan wel. In ieder geval, dit is een trainer battle. Dus dat is niet eentje die ik kan vangen. Jammer genoeg. Nee, precies. Dat ik een dragon erbij gehad. Had ik wel chill gevonden op zich. Maar ja, hè. Ik mag ook geen flying bedenken me nu. Dus ik weet niet waar ik zit te lullen. Dank je. Ja, ik dacht eventjes verkeerd. We moeten weer even wennen wat de regels zijn. Ik dacht dat ik de Flying Tribe was, maar dat ben ik helemaal niet. Gast. Oh, mijn game bugt sowieso. Oh jee. Het is heel raar. Nou, we de Minecraft versie is niet de beste versie, nee. Kan ik je zeggen. Ik ben een klein beetje bang. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik ben bang dat hij zo doet van... Ja, ik ga crashen. Dan doe ik ze van... Oké. Maar vaak genoeg 7 dan deze aflevering. Dat is een goeie. Dat gaan we vooral doen. Ik moet tegen team Skull met een hop... Oké, ik niet. Nog niet. Het zou best eens kunnen dat we deze aflevering de volgende trial moeten doen. Is dat van Acerola? Doei! Dat is... die ene met de Mimikyu. Ja, heet ze toevallig Acerola? Dat zou kunnen. Want dan ben ik verder. Want ik moet nu tegen deze vrouw praten. Ze is een ghost type. Dus dat klinkt wel als... Maar ik weet niet... Ja, maar jij bent in de Aether Foundation ben je met haar aan het praten. Nee. Outside of a building. As soon as you enter the building, your trial will begin. Ik denk niet dat op hetzelfde punt... Ja, je bent ergens anders naartoe gegaan. Heb ik de Aether Foundation niet vorige keer nog gedaan? K-
kan hoor, kan. Volgens mij wel. Oké, ik heb geen idee hoe deze trial werkt, want ik heb natuurlijk weer niet op de dialoog gelet. Je bent maar goed bezig. Ik zie nu wel dat de dingen gaan bewegen, dus ik neem aan dat ik daarmee shit moet doen. Moet je niet foto's maken van Gengars en zo? Ik weet niet meer hoe die trial werkt hoor. Ja, Gastly. Oh. In mijn geval. Oh no, de Pokémon spotted you. Aw. Oh. Wat jammer. En het is zo'n Licky-Licky-tung. Is het een Licky-tung? En nu vraag je, welke is het nou? Ja. Yeah. Licky-Licky. Wel, toch wel. Zonder tong. Hij heeft nog wel steeds een tong, though. Ja. Ik bedoel, ik wil niet haten. Maar ik zie wel dat hij een tong heeft. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ik ben ook bij de trial nu. Ik zie een Pikachu. Ik zie een afgebrokkelde weg. En een Pokéball. Het is een Red Nectar. Daar heb je helemaal niks aan. Dat is niet net zo goed als een Masterball, vind ik dan toch wel weer. Nee, maar ik had vorige aflevering een Lucky Egg, hè, dus... Dat is ook geluk. Ja. Die had ik vorige keer vast niet. Want leuk, ik het wel onthouden, toch? Ook niet. Oeh, een clean clink. Ik ben bij de trial. Ziek. In de verlaten supermarkt. Is clean clink alleen steel? Ja. Ja, dan ga ik gewoon water. Ik twijfel altijd, is water nou super effectief op steel of juist niet? Dat is een goede vraag. Nee, water is niet effectief op steel. Niet effectief of niet super effectief? Sowieso niet super effectief. Misschien dat steel zelfs resist. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat volgens mij niet. Ga ik vanuit. Oké, het is gewoon normaal. Lijkt het. Oké, hij deed charge beam, dus ik was natuurlijk helemaal van overtuigd dat ik dood zou gaan, maar dat viel mee. Gelukkig maar, anders hadden we een probleem. Ja, ik wil boom, pad echt niet verliezen. Ah, ik wou bijna wat zeggen over de direct. Ik ben echt blij dat ik dat niet heb gedaan. Oké. Ik wacht gewoon. Ja, voor de mensen, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb. Ik spreek vanavond iemand op Discord en dan gaan we gezellig samen kijken. Ah, nice. Was wel eventjes zo van. Maar ik wil hem direct kijken. Maar ik ben een sterke man. Heb je nog niks gespoild gehad? Nee. Oh, dat is wel netjes. Wel bijna, want natuurlijk zat ik eventjes door YouTube abonnementen te scrollen. En toen zag ik een aantal keer Nintendo natuurlijk. Alleen ik heb niet echt gezien wat het nou precies was. Dus waar de video zelf over ging. Ik zag alleen, oh ja, kut, Nintendo, nee, weg. Dus ik heb eigenlijk nog niet echt gespoild. Oké, zal ik in ieder geval zeggen dat je niet naar mijn Discord moet gaan? Oké, nee, dat... Dat moet wel lukken. Goed zo. Nu heb ik weer lag. Ik ben echt bang dat het helemaal fout gaat. Ja, er zijn wel een hoop technische problemen vandaag. Ja, ze mogen me niet vandaag. Very sad. Waar is mijn Gengar nou dan? Ik had net zo'n Gengar gevonden. Ik had hem zo net ook op de foto, dat vond hij ook niet goed. Oh, en hij is weer gone. Zie ik hem eindelijk, ben ik te laat voor de foto. Reset. Maakt dat überhaupt uit eigenlijk? Want anders ga ik gewoon al die foto's verpesten. Nee, je moet hem op de foto hebben, zodat je verder kan, zeg maar. Ja, maar je hebt ook een x-aantal foto's, staat er. Dat klopt, omdat ik heb dus net één miste, bijvoorbeeld. En dan? Als je hem goed hebt, dan is hij klaar, zeg maar. Ja, dat weet ik. Alleen... Oh! Nee! Ja, oké. Ik heb hem.
Ja, maar als bovenin stonden echt iets van 5 cameraatjes. Zo van, zoveel kansen heb je, denk ik dan. Maar dat snap ik niet. Ja, oké. Ik maar moet zeggen, ik heb best geluk met de Pokémon's waar ik uiteindelijk tegen moet. Jawel, Klinklank was ik en die andere weet ik niet, maar die heb ik ook verslagen, dus. Alleen nu een Everlurk, dat is wel even een dingetje, aangezien iedereen weak is tegen hem. Dat is die bijzettafel van IJs. Ja, dat is echt letterlijk een tafel. Een tafel van stalagmieten. Of tieten eigenlijk wat ze hangen. Ja, precies. Dat is natuurlijk waar ook. Boeien. Item take. Firefang. Ik ben echt zo bang dat de game gaat crashen. Mensen die dit zien, die zullen vast wel snappen waarom. Hij flikkert en zo. Mijn explode is ook niet helemaal... Ja. Misschien is het na deze aflevering even slim om heel eventjes Citra opnieuw op te starten. Ja, dat lijkt me wel. Ah, kut. Ik ben nog vergeten... Zo'n grof taal gebruik ik hier echt, hè. Sorry. Nee. Ik ben vergeten de Lucky Egg weer te equipen, wacht. I told you to get out. I'm not leaving, no. Ik ga nooit weg. Oh. Zij wel. Het was ook een nepperd. Ik vond het echt creepy eerst, hè. Echt? Ik kan me niet zo herinneren dat ik het creepy vond. Maar deze is toch bijna hetzelfde als de eerste. Ja, is hetzelfde. Nee, ik bedoel van die Mimikyu dat die achter je staat. Ja. Oh, mijn totem is een Braviary. Oké, ik ga nu voor de Kafrir. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Nu hoorde het volgens mij dat die wegging. Hij knipperde en werd het halve Pikachu, maar dat hoorde. Oké. Ik heb zo'n Spirit Tomb. Dat is wel een pittig hoor, Sander. Ja, dat weet ik. Dat was ook niet van, yes, ik heb het Spirit Tomb. Dat was meer van, ik heb een Spirit Tomb. Ik kan dubbel teamen. Hij roept een Manaphy bij mij. Oh, Manaphy. Als in de Gen 4... Mythical Pokémon. Nee, ik ben asleep. Oh, wat... Oh, nee. Waarom heb ik geen Pokevloed? En een Alola Marowak. Oké. Jij hebt ook wel een lastige... Nou, als die Alola Marowak de... Hoe heet het zou zijn? De totem, dan had ik gewoon Boompad of Opa Sterren ingezet. Ja. Alleen dan vind ik risky met de Spirit Tomb of zo, man. Potion Full Restore, dat is zonde. Heb ik niet. Ik heb echt niks van status dingen. Oh, geen crit alsjeblieft. Oh, Castilia Koning wel, ik heb wel. Kan zijn dat Regirock dood gaat zo. Oeh, dat is niet chill. Ik doe ook fucking weinig damage. Oh, ik kreeg wel een boost. Kijk of ik een of ander heal heb. Oh yes! Hij deed Dream Eater, maar ik heb mezelf geheeld, gelukkig. Nice. En nu ben ik burned, dus kan hij mij niet sleepen. Alleen maar attack is wel natuurlijk gehalveerd. Maar alsnog, ik vind het beter dan... Ja, niet. Zal ik de double team strat doen of zal ik gewoon aanvallen? Welke jouw ongeschonden de strijd eruit laat komen? Oké. Nee, dan weet ik het nog steeds niet. Maar wel fijn voor je input. Ik heb over het algemeen wel een slechte
volgens mij wel slechte IV's en zo. Want ik doe echt zeer weinig damage met mijn Regirock. Terwijl ik gewoon super effective aanval doe met step. Ik ben echt laag elf met superster. Oh, dit is kut. Als je gecrit wordt, is Regirock dood. Dan weet je dat alvast. Als het een crit wordt. Of als het geen crit wordt. Nee, als het een crit wordt. Ja, oké, okay, dat klinkt ook logischer. Ik kan naar opa ster, die is... En water, dan kan ik de Marowak uitschakelen. Maar die vind ik niet zo erg eigenlijk. Maar die is maar één level hoger dan de Spiritomb. Dus daar zit ik een beetje mee. En voor de rest heb ik alleen grasvee. Die is fairy, maar ik heb geen fairy moves. Oef. En dat is risky met Marowak op beeld natuurlijk. Want het is Alola versie. Of ik moet gewoon veel restore. Dat kan ook. Maar dan heb ik wel weer... Daar heb ik ook maar één van. Waarom wordt het ons altijd zo lastig gemaakt? Jezus. Ja, echt hè. Volgens mij echt al de laatste... paar afleveringen hebben toch echt wel dat er steeds zitten ze van, nou, dat is niet makkelijk. Nee, toch wel wat struggles inderdaad. Oké. Okay. Want de vorige trial, daar had ik volgens mij ook nog best wel veel moeite mee. Ja, ja, volgens mij ook. Oké, okay, dit is wel... Ik ben nu niet geburnt. Oké, okay, nu weer wel. Ik wou zeggen, dat is wat chill, want dan doet Aerial Ace meer, maar... En ook stukken meer, maar dat valt nu wel weer. Gaat tegenvallen. Wauw, de Braviary valt meteen een nieuwe Pokémon. Als het weer Manaphy is, heb ik echt genaaid. Oh, het is een Xerneas! Nee, wat een kutspel. Xerneas, dat is de fairy, toch? Van... Ja. Dat is de X, ja. Zeg maar, van de I. Ja. X van de X en I bedoel ik. Ja. Nou, het kwam er niet lekker uit, maar ik weet in ieder geval wie je bedoelt. Toch iets. Oké. Okay. I'm already burnt. Volgens mij heeft die Marowak alleen maar Will-O-Wisp, joh. Hij doet alleen maar... ja, dat is het enige wat hij doet eigenlijk gewoon. Dat zou wel nice zijn. Ja, voor mij wel. Voor hem niet. Ik ben nu vooral aan het dubbelteamen. Dan ga ik nu gewoon Aerial Ace op Spiritomb. Want Marowak kan geen nieuwe Pokémon roepen, toch? Jawel, dat kan wel, maar de kans is veel kleiner volgens mij. Maar die Braviary, die had ook nog een berry. Oh ja, bij mij ook. Maar bij mij had hij een berry dat ik damage kreeg. Dat was echt nog erger. Dat was risky, maar... Ja. Ik ben wel blij, want om een of andere reden doet Spiritomb Sucker Punch wat steeds veelt. Oh, nu hypnosis, ja. Maar ja. Dat is volgens mij alleen als jij een aanval, een fysieke aanval doet ofzo. Ik weet niet precies hoe Sucker Punch werkt. Maar Aerial Ace is fysiek. Dan misschien alleen een special. In ieder geval is er een reden achter. Wow, ik werd nog weer gecrit ook. Wauw. Waarom gaat die Braviary de hele tijd niet dood? Elke keer super effective en dan gaat het maar 2 AP af. Oh wat? Dat is wel heel weinig. Dan doet hij zonder super effective gewoon 1 HP. Rekenwondertje hebben we hier in de zaal. Huts. Ik krijg natuurlijk wel gehit steeds door die burn. Dus dat is wel eventjes een dingetje waar ik op moet letten. Uh-huh. Oké, ik had verwacht dat ik hem nu misschien net dood zou hebben. Nou ja. Eerder net niet dood. ja, ik moet wel echt super potion. Maar ik denk wel dat dit te doen is. Achteraf viel die Spiritomb me mee. Alhoewel, ik moet niet, nu ik hem nog niet verslagen heb, als we gaan zeggen achteraf. Ja, precies. Dat gaan we echt naaien. Dan doet hij ineens Omnius Wind of zo. Oh nee, ik ben normal type trouwens. Kan niet, maar... Deed hij maar Omnius Wind? Ja, dat zou voor mij wel chill zijn. Oké, okay, dan durf ik nu wel... naar Opa Ster te gaan. Wacht, de Alola Marowak is
Ghost Fire, toch? Ja. Oké. Dan heeft hij geen super effective waarschijnlijk op Rockwater. En dan komt het helemaal goed. Hex, oké. Oh, hij heeft dus wel... Oh, dat deed hij natuurlijk niet omdat ik normal type was. Ook deels. Yep, zo net op mijn Staravia. De computer ziet ook gewoon van ja, dat heeft geen zin, gozer. Gewoon niet doen. Dus dan heeft hij waarschijnlijk... Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik, ja, ik moet nu ook wel gewonnen hebben, toch? Ja. Ziek. Het was een pittige battle, maar ik ben niks kwijtgeraakt. Dus ik ben blij. Dat is wel chill. Zo. Ik heb mijn Pokémon even gekeerd. Oh, ik ben echt blij dat jij jouw ding opneemt. Jouw audio. Hoezo? Ja, die van mij heeft die van jou weer niet gepakt. Die van mij wel, gelukkig. Ja. Oh, hij pakt de desktop audio ook niet. Oh, maar dat is niet erg, toch? Nee, dat is niet erg. Nee, oké. Ik weet ook niet wat dat ineens is. Eigenschap. Oké, nou. Dus, ja, ik vind dit nog steeds raar. Al dat geknipper, ik voel het niet fijn. Nee, snap ik. Ik heb echt zoiets van help. De game gaat straks crashen. Wat op zich niet zo gek is als hij dat doet. Nee. Volgens mij moet ik nou naar Potaan. Ik waarschijnlijk dan ook. Want volgens mij waren we aardig gelijk, toch? Ja, we waren helemaal gelijk. Ja, dit ziet er zomaar uit. Ja, ik weet wel hoe ik deze ga noemen. voor de mensen die het kijken. Ik geef altijd de aflevering rare namen. Zo heb je aflevering 17 was NPO, denk ik. Of was het al 19? Ik weet niet. Nou ja, die ene dat NPO-logo in beeld stond, heb ik NPO genoemd. Maar ja, goed, die was wel redelijk logisch. Maar alsnog, ik geef ze gewoon lekker namen en dat is grappig. Ja, precies. Je hebt ook nog de echte Gaming SB. Dat was degene met de schildpad. Oh ja, inderdaad. Ja, die was wel accuraat, ja. Ja, die was ook leuk. Die vond ik echt leuk. Die moet nog online komen. Die komt donderdag. Dus online. Ja. Oh, dan moet die NPO, komt dan dinsdag zeker. Die kans is aanwezig, ja. Oh nee, dat is niet handig om te doen natuurlijk. Bonesly. Oké. Super potion. Oké, dan gaan we naar IJsbeer en dan hebben we deze Kibble zo dood, want dat is keer 4. Want hij is Ground Dragon. Of Dragon Ground, dat weet ik niet, maar... Eén van de twee. Wie? Gibble. Ja. Ik denk Ground Dragon. Ja, dat zal wel. Is Audino normal of fairy? Normal toch? In Gen 5 was hij normal, maar hij zal nu wel fairy zijn. Oh, het is nog een Mega Audino ook. En volgens mij is die wel fairy. Oh, die is wel fairy, ja. Dat weet ik zeker. Ah, dan moet ik hem swappen. Kut. Ik denk dat... Is gewoon Dino niet ook gewoon... Fairy? Of is die normal fairy en is de Mega dan alleen fairy? Volgens mij bestaat normal fairies niet. Oh. Sceptile. Ja, die kan ik ook met IJsbeer doen, maar ik doe hem gewoon lekker met mijn superster.
Jij bent mijn superster, mijn rockster, je bent mijn beste vriend. Oh nee, een Mega Sceptile. Ja, dat probleem heb ik ook, zeg maar. Maar dan met Audino. Ik kan Aerial Ace, ik weet alleen niet. Misschien kan ik nu toch beter... Ah, oh, was ik nou maar met IJsbeer in gebleven. Durf ik dit aan? Ik kan wel één in tanken, denk ik. Ja, behalve als ik een hele goede Dragon Move heb. Oh, het is gewoon een 1 KO. Huts. Oké, okay, dat mag ook. Ja, dat is keer 4, hè. Flying? Oh, flying. Ik dacht ijs. Nee, dat was het hele probleem. Van had ik nou maar met ijs ingebleven. Okay. Maar dat was niet. Nee, dat is keer 2 inderdaad. Maar was wel stat, denk ik. Met wie deed je flying? Ja, met Star Raptor. Rockstar. Ja, ja, ja. Star Raptor is ook wel een goede Pokémon volgens mij. Physical, wat je de Aerial is, denk ik, of niet? Ja. Ja. Oh, ik leer nu Ancient Power. Alleen ik zit te twijfelen of ik Rollout weg moet doen. Maar die wordt natuurlijk steeds sterker en heeft meer PP. Misschien Bite. Of Mudshot. Maar ik heb geen andere Ground Moves. Dus dan ga ik toch voor Bite. Ik ga even healen en dan moeten de mensen thuis heel eventjes kijken op mijn scherm of jullie vinden dat Quagsire en Magneton eruit zien alsof ze in de Pokémon Center animatie shiny zijn. Oh, wat? Dat gevoel heb ik. Maar ja, het zal wel. Misschien zie ik dingen die er niet zijn hoor, dat kan het wel. Die kansen zelfs erg aanwezig. Ja, ja, dat daar durf ik niks over te zeggen, maar dat zou wel... Ben je nog tegen Plumeria aan het vechten? Wie is Plumeria? Dat is dat vrouwke van Team Skull, weet je wel, met die rare haren. Oh, nee. Nee. Ik was teruggelopen via de onderroute. Ik was van de bovenroute, waar ik die masterball, dus daar heb ik een aantal trainers. Maar dan moet ik even opschieten, dan weet ik dat. Misschien moet ik dan niet care voor een Pokémon. Hoe graag ik het ook wil. Sorry Pokémon, maar Milan heeft haast. Nou, ik heb helemaal geen haast. Ik dacht alleen dat je net al aan het vechten was tegen haar. Oh, jij bent nog niet tegen haar aan het vechten dan? Of... Jawel, jawel. Ik heb al haar verslagen. Maar... Ja, oké. Okay, nee, maar dan moet ik wel even opschieten dus. Vind ik. Zat die Audino. Ah... Heb ik wel geheeld? Please, 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 please. Ik ben wel in een Pokécenter geweest. Ik vraag me alleen af of ik geheeld heb. Oef. Oké, okay, een pincer, die kan ik sowieso aan. Ja! Yes! Nice. Nog nooit zo blij geweest met dat ik geheeld heb. Nou is het maar een pincer, maar je weet niet wat de tweede Pokémon is. Of nou ja, niet is, aangezien die knippert. Was het geen megapinsen? Nee, gelukkig niet. Oh, withdrew? Holy damn, Secret Tactics. Nee. Oh, Manectric. Met slow start. Oké, dit gaat wel lukken. Een Manectric met slow start. Ja. Oké, die is dood. Dat is haar eigen keuze, hè. Ja, dat was dom. Ja, dat was niet zo slim. Wat deed je? Nou, kijk, Opa Ster heeft zo'n ground move, weet je wel? Die heeft Mudshot. Ja. Ja, alleen Opa Ster is mijn Oma Knight. Of Oma Star. En nou, is Water Rock. Ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke dom. Maar ja, daar denkt meneer Sander niet over na. Beetje jammer weer. Ah, dit was echt zonde. Deze dev is compleet mindshot. Oh, hij is ook dood. Ja, hij is ook dood. Ja. Oef. Sorry, man. Nee, maar die dood, dat was puur mijn schuld.
Dan zometeen voordat we de aflevering afsluiten, meteen maar even een nieuwe member voor je team erin zetten. Ja, moet wel. Wie, is de battle klaar al? Nee, ik zit nu tegen de Manetric trick, maar die heb ik zo dood. En dan ben je paralyzed. Oké, ik leefde echt nog op 19 HP. Met explosie. Heet die explosie? Oh, Harry. Ook goed. Dat is de explode. Pinsir. Nou, die kan ik wel makkelijk verslaan. Die had ik ook echt al bijna verslagen, maar ja. Hij moest weer moeilijk doen. Jezus, man. Echt. Can you not do moeilijk right now? Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Maar hey, ook Mr. Pinsir is dood. Lekker. Dan gaan we zo meteen de part even beëindigen. Want dan ga ik namelijk niet al te ver meer zwemmen met Sharpedo. Want anders moet ik straks battelen tegen een trainer. En dan kunnen we de aflevering nog niet stoppen. That's not so poggers. Get your pretty tough. Oh ja, wacht, ik hoef helemaal niet voor te lezen. Dat intro moment dat ik die busstop voorlas, die was wel geniaal. Ja, hè? Ja, die was geniaal. Ja, die vond ik ook wel grappig. Dit gaat me echt nachtmerries over aanhouden. Wat? Nou, dat haar van die Acerola, die knippert en zo. En het is allemaal zo raar. Ik zie ben je er nu bij kal. De Pokémon Center? Nee, bij die Eve Foundation binnenin. Oh ja, ja daar maar kan je gewoon weglopen. Als je het juiste frame ziet, dan zie je haar dus kal. Nou, dan ben je echt traumatized for life. Echt hoor. Nice. Moet ik gewoon door? Of gaan we hier af? Ja, je moet naar de Pokémon Center even Pokémon in je team doen. Voor ja, oké, nee. Precies. En dan eindigen we de aflevering. Ja, precies. Nee, dan doen we dat. Tauros, doe even meewerken. Dank je. Oké, we gaan iemand erin doen. Ik hoop dat ik nog een Rock-type heb. Even kijken. Nou, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet, denk ik. Nee. Ga ik denk een Fighting Type erin doen, Breloom. Maar ook nog een Lotad, Grass Water, nee. Welke water Pokémon heb je nog in je team? De Blastoise. Ah, oké. Dus water, dat heb ik niet echt nodig. Ik denk dan haast. Wat heb je nog meer voor Pokémon hier? Oké, ik heb Staraptor. Blastoise. Ja. Explode. Flying normal, water. Nog een normal. Ja. Bertic. Ijs. Ijs. Shenotic, Fairy Grass. Ja. Zonder Fairy type attack. En Omastar is dood. Ja. En wat heb je in je box? Even kijken hoor. Want ik ga eerst eventjes Omastar nu eruit doen. Ik heb een box. Breloom. Ja. Zigzagoon. Tangela. Floatzel en Breezel, Venomoth. Kan trouwens ook nog wel handig zijn. En Bug en Poison, die ik nu niet heb. Maar Pansage, Persian, Seawaddle, Burmy, Apom, Arbok, Lotad en Lurentus. Mag ik zeggen dat dat echt niet echt heel veel goede tussen zitten? Breloom. Ja, ik zeg. Denk de beste. Niet alles, hè, maar wordt het niet echt veel. Ik zou of voor Breloom of voor Venomoth gaan. Ja, aan de ene kant Bloom is wel fighting. Aan de andere kant Venomoth krijg ik 2 nieuwe typings erbij. Ja. Dus ik denk dat ik daarvoor kies. Ik hoop dat zijn moveset dan niet al te kut is. En dan maar hoop ik ook nog dat je wat Pokémon's kan vangen binnenkort. Ja, vast wel, vast wel. Oké. Maar ik houd voor nu hierbij. Als de moveset echt heel vervelend is, dan ga ik gewoon eventjes die andere
erbij pakken. Oké, want nu heb je gekozen voor? Venomoff. Oké. Dus nou, is die niet, ik... moest het niet altijd best, dan is volgende aflevering Balloon in mijn party. Ja. Dan weet je. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga naar zijn kanaal. Zijn link staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, ja. Amigos.